een goede middag. Bij deze hele speciale Q&A op Omroep Brabant te gast zijn Michael van Gerwen. Die kennen we natuurlijk als dartskampioen, de beste darter van de hele wereld. Naast hem staat Arjan van der Giezen, die het darten als geen ander kent en als geen ander volgt. Volgens mij is Arjan bijna altijd bij je als jij op pad gaat. Ja, vaak wel in ieder geval. Ja, dan moet je ook werken natuurlijk. Alleen dan voor een andere omroep. Maar omdat het natuurlijk bij RTL 7 wordt uitgezonden. Maar ja, dit is... Ja, Arjan is eigenlijk altijd. Hij volgt natuurlijk dacht al heel lang. Hij is er al bij sinds de tijd van SBS6. Daar praten we al, denk ik... 1998 voor het eerst. Ja, moet je nagaan. 21 jaar. Ja, Arjan heeft daar een boekje over geschreven. Voor wie hem nog niet heeft besteld, zeker doen, want het is een aanrader. Michael komt ook uitgebreid in voor. Vragen gaan we stellen. Jij gaat ze beantwoorden. Jullie gaan ze beantwoorden. Misschien dat jij ook nog wat vragen aan Arjan hebt, hoewel je aan Michael hebt, hoewel je ze bijna dagelijks aan hem kunt stellen. Je kunt ze hieronder zetten. Je kunt ook een mailtje sturen nog naar sport@omroepbrabant.nl. Allereerst, Michael, hoe is het met je? Ja, dat is de belangrijkste vraag. Heel goed eigenlijk. Ja, prima. Het hangt eigenlijk allemaal. Dus veel toernooi op het moment. Dus druk met voorbereidingen. Met zorgen dat ik goed presteer. En gaan we niet al te slecht af. Nee, nou is natuurlijk wel wat veranderd in jouw leven, hè? Want er is een klein Gerbertje bijgekomen. Ja, ja. Wat heeft dat met jou gedaan? Ja, meer verantwoordelijkheidsgevoel natuurlijk. Ook naar je familie toe. En ja, natuurlijk, dat zijn de volgende stappen in het leven. En ik wilde altijd graag vader worden. We hebben er ook best wel lang over moeten doen. Dus dat is altijd lekker dat toch totale plaatje gewoon klopt nu. Heeft het ook jou een beetje als darter veranderd? Want je ziet dat heel vaak bij mensen die sporter zijn, dan is ineens de sport niet meer het allerbelangrijkste, want het gezinsleven, het kind is dan niet iets belangrijker. Ja, maar familie is altijd het belangrijkste. Staat altijd, maakt niet uit. Als je niet een andere sporter zet, die zal echt niet zeggen van mijn sport is belangrijker dan mijn familie. Daar geloof ik niks van. Nee, maar je kunt er niet minder tijd in steken. Nee. We weten waar we aan begonnen zijn. En ik ben natuurlijk al heel lang samen met mijn vrouw. En die is erin meegegroeid. En dat is natuurlijk fijn voor mij en voor iedereen. Want dat maakt het natuurlijk een stukje makkelijker. Het is ook leuk om te zien, Christian, dat hij is echt zo dol, hè, op Zoe. En als ze dan samen zijn, dat is echt leuk om te zien. Ik vind het mooi om te zien. Dat is een hele andere Michael dan dat ik gewend ben. Ja. Ik ken natuurlijk Michael de darter. Laten we zeggen, de eenling, hè, van de toernooien. Mm-hmm. En dan heeft hij Daphne en vooral Zoe erbij. Ja, dat is mooi om te zien. Ja, klopt. De familieman. Alleen nou ze wordt natuurlijk iets ouder. En nu zit ze natuurlijk heel de dag in de keukenklaartje open te trekken. Dus dat is iets meer opletten. Dat ziet op de vader ook in zo'n spotje op televisie doen, volgens mij. Ja, dat klopt. Dat is een beetje opvoeding aan het beginnen. Maar ja, dat is natuurlijk ook kort erom bij. We gaan vragen stellen, we gaan vragen beantwoorden. Althans, dat laatste mag jij gaan doen. Ja, de eerste vraag die ik al binnen zie komen is: hoe is het voor de kleine Michael? We hebben het nu over de kleine spruit in de familie. Maar toen jij zelf zo klein was, had je toen ook al iets van prikkertjes in je handen of punaises? Is het zo begonnen? Of hoe is het eigenlijk begonnen? Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk begonnen. Ik was te slecht om te voetballen. En toen kwam er iemand naar me toe die ging dart organiseren op een woensdagmiddag en op een zaterdagmiddag. En dat waren natuurlijk precies de middagen dat ik ook deed voetballen. En de voetballen ging me zo goed af dat ik denk van, daar laat ik schieten, dat talent. En ik ga voor het darten. En uiteindelijk denk ik dat ik daar de juiste keuze heb gemaakt. Ik denk dat ik toen 13 jaar oud was of zo. Maar ik dacht natuurlijk van tevoren ook al thuis. Dus ik denk dat ik al een jaartje of 17 bezig ben. Kun je dat herinneren wanneer je voor het eerst die pijltjes in je hand had? Ja, dat was natuurlijk nog voor die tijd. We hadden thuis altijd wel een dagbord aan. Ik heb natuurlijk ook een oudere broer. Mm-hmm. En dan sta je af en toe een paar pijltjes in elkaar te gooien. Maar dan praat je op. Echt dat ik de eerste keer pijlen gooide, denk ik 8, 9 jaar was. Ik kan me voorstellen, als je een oudere broer hebt, dat je de eerste potjes nog verliest. Maar op een gegeven moment, al van begin af aan al niet. Nou, toen hadden ze al moeite met me. Er komt een moment dat je denkt van, hey, dit kan ik. Ja, dat klopt. Op dat moment is wanneer net, als je als kind zijn een beker wint, en die kun je thuis aan papa, mama, opa en oma laten zien. En dan krijg je nog toen een tijd een gulden. Omdat je goed je best had gedaan. Ja, dan was je natuurlijk een trotse jongen. En, zijn er iets andere bedragen mee gemaakt. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat kun je wel zeggen. Hè? Was dat toen ook dat je bent begonnen met dart omdat je het op tv zag? Dat je Van Barneveld zag? Nee, ik heb eigenlijk nooit veel op tv gekeken. Iedereen vraagt dat aan mij. Ik vind het zelf ook niet zo heel leuk om naar te kijken. Omdat ik kijk liever een voetbalwedstrijd als een dartwedstrijd. Maar uiteindelijk, in die tijd kun je beter zelf staan te gooien om beter te worden, als naar andere mensen zitten te kijken. Maar je kreeg het wel mee, de hype toen met Van Barneveld. Dat was een beetje, dat was altijd 's avonds op tv en toen moest ik naar bed, hè. Dus ik kon er nog niet kijken. Dus de eerste grote triomfen van Raymond heb jij dus niet zelf gezien, want toen was je nog zo jong, toen moest je al naar bed. Nee, ik was natuurlijk 98, toen was ik 9 jaar oud. Ja, dan mag je echt niet tot 10, 11 uur opblijven.
Ja, ik vroeger tenminste niet. Nee, je hebt het al over voetbal. Die vraag komt ook nog voorbij. Vanavond voetbal PSV weer, dat is jouw club. Ja. Wat zou je nou het liefste hebben? Ik denk dat ik het antwoord al wel weet, Michael. Maar heb je zelf liever dat je de wereldtitel wint of dat PSV de Champions League gaat pakken? Ja, dat is niet een al te slimme vraag. Maar ik zelf het WK winnen natuurlijk. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat er is. Ja. Hoewel, je hebt er al een paar gewonnen. PSV de Champions League, dat moet je nog eens meemaken. Ja, zeker. Dat zou heel mooi zijn, maar... Als ze deze vraag ieder jaar aan mij zou stellen, zou ik ieder jaar hetzelfde antwoord geven. Snap je? Ja, maar dat is logisch. Ja. Nou zijn ze naar Engeland gegaan. Jij doet dat ook regelmatig en jij komt dat met de prijzen terug. Ja. Zou jij de heren één tip kunnen geven voor vanavond? Rustig blijven. Gewoon lekker. Laat hun maar voetballen. Hun moeten er toch ook komen, dus dat maakt niet uit. Ja, en in een ambiance waar de meeste mensen voor de ander zijn, dat ben jij ook wel gewend, hè? Ja, tuurlijk. Dat hoort erbij. Daar word je een grote jongen van uiteindelijk. En dan moet je gewoon leren omgaan, toch? Dat is niet anders. Ja, het is een Q&A, dus er komt van alles binnen. Dus we gaan een beetje van de hak op de tak, Michael. Uit, dus nu komt de vraag van... Ben ik gewend, Marianne? Dus de vraag komt nu van Jurgen. Friet of Chinees, Michael? Friet of Chinees? Dan ga ik voor Chinees. Waarom Chinees? Dat vind ik het lekkerst voor de rest. Ja, dat vind ik echt lekker Chinees. Ja. Aziatisch, zou ik het zo Aziatisch, zeggen. De hele Aziatische keuken. Ja. Of het Thais of... Ja, maar niet zoveel uit. Nando is ook wel, hè? Ja, maar dat kip en zo? Ja, kip vind ik ook wel lekker. Heel, vind ik heel lekker zelfs. Alleen, ik ben wel heel van Aziatisch, ja. Ik maak me niet blij met Italiaanse keuken. Als jij in Engeland bent, heb je daar een favoriet restaurant wat je zou kunnen aanraden voor de toeristen onder ons? Ja, maar in Londen weet ik heel veel goede restaurants. Ja, wat is er eentje die echt heel goed is? Novikov. Novikov? Ja. Nou, misschien zitten er... Mijn portemonnee meenemen. Er zitten 5000 man met PSV in Londen. Misschien zijn er een paar die mee zitten te kijken. Dan hebben ze hem bij deze opgeschreven, denk ik. Ramonda die vraagt, ben jij nog wel eens in je stamkroeg in Schijndel te vinden? Stamkroeg in Schijndel? Je hebt geen stamkroeg in Schijndel? Ja, ik kom niet uit Schijndel. Nee, dat is zou het in Bokstel zijn of zou het Bokstel, in Vlijmen zijn? Ja, kom je nog in jouw oude kroegen? Toen ik jong was, was ik niet naar de kroeg toe. Alleen om dat nooit een keer te gooien. Maar verder rest, weinig tijd voor. Ik heb veel te druk. En als je dan een keer een avond thuis bent, dan wil je ook liefst bij je gezin zijn, toch? Ja, ik denk dat het heel normaal is. Mm-hmm. Dus dat is wel iets, een aspect wat veranderd is? Ja, tuurlijk, zeker. Natuurlijk af en toe een keer een beetje bijkletsen met mijn vrienden. Dat is natuurlijk altijd wel een keer leuk, maar ja, dat is wel heel weinig. Dan zitten we natuurlijk in de laatste maanden van het jaar alweer. Volgende maand zitten we in het WK. Dan, dat zijn natuurlijk wel de momenten. Daar komen meerdere vragen over binnen. Jeroen vraagt hoe het met je kansen staat. Dat is natuurlijk nog veel weg. Maar hoe zijn de laatste toernooien verlopen? Hoe zit je in je vel? Hoe loopt het? Op zich zit ik goed in mijn vel. Ik denk dat ik ook goede gemiddels neerzet. En dan moet je op verder beduren. Natuurlijk, afgelopen weekend verlies van Raymond. Heel onnodig. Maar daar leer je ook weer van. En daar word je een grote jongen van. Ja, en die wedstrijden tegen Raymond, dan praten we over jou als de beste darter op dit moment van de hele wereld al een aantal jaren. En Raymond, die natuurlijk de man is die Nederland als dartland op de kaart heeft gezet. Ja, natuurlijk. Ja. Hoe zijn die wedstrijden voor jou? Ja, iedereen vindt dat. Ik zie dat niet zo. Ik vind gewoon iedere tegenstander is er weer eentje. Mm-hmm. En je moet van iedereen winnen. En of dat nou toen de tijd veel trainer Raymond van Aanigel, Gary Anderson of Peter White is. Ik beschouw ze allemaal hetzelfde. Ja. Heb jij niet een extra gevoel bij Raymond? Toch? Omdat het ook een Nederlander is, dat je hem beter kent dan de rest? Nee, niet echt. Ik zeg van natuurlijk wil ik hem graag een pakje geven. Maar dat is andersom niet anders. En je wil natuurlijk je stinkende best al doen. En dat zou ik niet laten. En vooral niet tegen Raymond. En heb je niet in je hoofd dat je misschien denkt van... Het is toch Raymond, darts op de kaart gezet in Nederland, grootheid. Dat is wel langer geleden, al eerlijk zijn. Ja, dat je het misschien toch net 1% meer respect voor hem hebt dan voor die anderen. Ik heb heel veel respect voor Raymond. Maar het is met alle respect. Raymond is natuurlijk niet meer de Raymond van een aantal jaar geleden. En natuurlijk kan hij nog steeds zijn wedstrijden winnen. Op zijn dagen wel, hè? Ja, maar op het WK toen een paar jaar geleden had hij hem net tegen jou toen een keer. Ja, kan hij het toernooi ook winnen. Ja. Dat is een ander verhaal, snap je? Ja. Iedere wedstrijd kan Raymond van Barneveld winnen. Maar niet uit ongeacht tegenstander. Ja. Maar kan hij het ook... 3-4 dagen achter elkaar en dat is natuurlijk een verschil. Daar gaat natuurlijk ook mee spelen. De laatste grote titel dateert toch van een jaartje 5-6 geleden. Ja. En merk je dat bij Raymond, dat hij extra gaat van jou wil winnen? Raymond natuurlijk. Ja. Raymond is misschien wel zijn grootste probleem naar mij toe. Dat hij natuurlijk verschrikkelijk vindt dat er iemand beter als hem is in Nederland. Ja. En niet eens dat veel teler, maar pure Nederlander. En ik denk dat het dan wel natuurlijk, heeft hij ook wel eens gezegd, dat... een pijn doet. Maar dat is ook heel logisch natuurlijk, hè? Want hij heeft natuurlijk zoveel in Nederland gedaan. Ik denk ook dat hij Michael zo goed vindt en zoveel respect voor Michael heeft, dat hij weet dat hij de underdog is.
En dat, heeft, dat gevoel heeft hij niet vaak in wedstrijden, maar tegen hem wel. En dat hij weet van, ik heb niks te verliezen. En dat hij net even wat vrijer gooit. Ja, en ook kan. Wat meer gedrevener gooit tegen hem als tegen een ander. Ja, je ziet bijvoorbeeld wat Jeroen, die vroeg die vraag. Ja. Maar je ziet ook, tegen mij kan hij zich dan helemaal opladen. En de wedstrijd daarna, afgelopen weekend, gaat hij weer 11-2 zitten. En dan denk ik van... Ja, doe dat dan tegen hem. Ja. Ja, maar dat zul je vaker meemaken, want iedereen, iedereen heeft niks te verliezen tegen jou, toch? Dat klopt, dat klopt. En ik heb heel veel te verliezen. Ja. Of ik nou win of verlies. Dus ja, ze vinden het allemaal normaal. Ja. Maar er is op een gegeven moment ontstaan. Dus daar moet je op een gegeven moment mee omleren gaan. Ja, dat, tuurlijk, man, dat weet ik, dat weet ik. De hoge bomen hoe vangen. Is dat gegaan voor jou dan? Want hoge bomen vangen, vangen veel wind. En daar moet je mee leren omgaan. En natuurlijk leer je me omgaan door heel veel te winnen. Maar ook door heel veel te verliezen. En dan word je scherp van. Ja, zijn er nog potjes die jij zo in je hoofd hebt van... Oh, daar ben ik nog zo ziek van. Ja, vorig jaar het WK, vijf wedstrijdpijlen. De halve finale. Ja, natuurlijk een heel, als je van tevoren zegt, de halve finale is natuurlijk een fantastisch resultaat. En dat zou iedereen wel willen graag. Ja, maar voor jou niet, daar neem ik niet genoegen mee. En dat is ook misschien mijn drijfveer wel om altijd om beter te worden, om in jezelf te investeren. Nou, ik denk dat dat ook wel het kenmerk is van de beste in welke sport dan ook. Dat telt alleen maar één ding en dat is een overwinning. Een eindoverwinning van het toernooi. En niet in de finale komen en dan daar genoegen mee nemen. Nee, winnen. Dat is het enige wat voor de echte toppers telt. Ja, klopt. Nou ja, dat WK dat is natuurlijk nog extra beladen. Het is natuurlijk het toernooi, want wereldkampioen ben je natuurlijk een heel jaar. En toch is dat een aantal keren, want je hebt er twee gewonnen. Als ik zeg het even uit mijn hoofd, twee hè, heb je er gewonnen. Ja. Het is ook een aantal keer gewoon net op het moment supreme misgegaan. Terwijl je alle andere toernooien wel wint. Wat is dat dan? Waarom gaat het op een WK af en toe? Ja, iemand dan net op dat mijn boze rijk uitsteekt. Of ik net ergens een paar foutjes heb. Ik heb natuurlijk tegen Telen dat ik de finale verloren had. Ik helemaal niet hoeven verliezen. Ik heb de kans om 5-2 voor te komen in sets. Ja, dan laat ik mijn eigen gewoon in de steek. En dan heb ik gewoon van mezelf verloren. Omdat ik dan op dat moment... Net dat beetje surplus niet had. En ja, daar kun je alleen maar jezelf verwijten. En is het soms, want dat kan me misschien wel onbewust voorstellen, de laatste keer een beetje onderschatting geweest, een halve finale tegen zo'n gekke elektricien? Hij gooide natuurlijk wel een fantastisch ongelooflijk, toernooi, alleen dan nog... Ja, ik denk dat hij ook een beetje mazzel aan zijn kant had op dat moment. Natuurlijk al van Michael Smit, van Dimitri van den Berg, had van mij kunnen verliezen. Ja. Ja, hij rot overal net tussendoor en dan in de finale gooit je natuurlijk veel teler gewoon helemaal zoek. Ja. Maar ja, ik denk dat ik het ook wel had gedaan als hij zo had gegooid tegen mij. Ja. Maar de vraag oorspronkelijk was ook van Jeroen, hoe zie je je kansen op het WK? Durf je daar iets van te zeggen? Ja, heel goed. Ik steek in gewoon goede vorm. Ook al heb ik misschien de afgelopen twee toernooien niet gewonnen. Komt natuurlijk de Grand Slam of Darts komt eraan, de Players Championship Finals. Nou gaan de echte ranking toernooien allemaal beginnen. En dan natuurlijk het WK. En ik, als ik gewoon die gemiddelde zaden de afgelopen week zat te doen, dan zie ik de rooskleurig tegemoet. Het is misschien voor hem ook moeilijk om te zeggen, maar ik durf hem wel te stellen dat ieder toernooi waar Michael aan meedoet, is hij gewoon favoriet. Ja. Dat is zijn status, dat heeft hij in die jaren voor elkaar gekregen. En ik denk, welke dart hij het in principe ook vraagt, die zullen het allemaal zeggen. Jij volgt het allemaal op de voet, Arjan. Heb jij dat dan ook al in de gaten van, hey, Michael zit goed in zijn vel, het gaat de komende weken goed komen met Michael? Nou, soms heb ik dat wel eens gedacht. Hmm. Maar dat dacht ik bijvoorbeeld afgelopen zondag ook. Ja. We hebben natuurlijk voor die wedstrijd, de dag ervoor, hebben we een gesprekje, prima, gezellig. Ik denk, hij zit goed in zijn vel. Alleen, darts is niet alleen een kwestie van goed in je vel zitten. Darts is ook op de juiste momenten die pijl erin gooien. En nu was het moment, en eerlijk gezegd dacht ik nog steeds... In die laatste leg, hij gaat hem nog pakken, dacht ik echt. Ook al stond Raymond met 9-8 voor. Ik denk, nou weet je, en dan mist hij, ik geloof, 4 of 5 pijlen op dubbel 8. Ja. En denk je, hoe kan het? En dan straft Raymond hem af. En dat is dan een kwestie van goed in het vel zitten. Het verschil is vaak maar een millimeter naar links of naar rechts. Precies. Dus, en misschien is het ook een beetje spanning geweest bij hem. Want hij stond nu ook te wachten, die laatste 3 dubbels. Dat je misschien toch even aan het denken was. Wacht even, deze moet erin, want anders is het af. Het kan van alles zijn, hè, maar het is altijd makkelijk achteraf. Hè. Ja, het moet gewoon gebeuren. Het blijft toch nog steeds mensen werken. Ja, tuurlijk. En fascinerend, hoor. Ook. Echt, fascinerend blijft dat. Die momenten, daar keek ik echt van. Dan denk ik, goh, hoe gaan ze daarmee om? Ongelooflijk. Joke, die heeft een vraag over een naam die net ook wil. Ja, Joke, die vraagt, ga je nog een keer tegen Taylor darten? En het antwoord is, jazeker. Wanneer gaat dat gebeuren, Michael? Ik ga tijdens de Kings of Darts ga ik in 23 januari in de Brabanthallen ga ik tegen hem spelen. En ook tegen Pieter White op dezelfde avond. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. Ja, en dan als het goed is, heb je dan net 3 weken ervoor. Ja, de grote beker meegenomen. Ja, dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Maar weet je, dat is nog zo ver weg.
puur op zich, dat we daar al misschien wel de laatste keer dat ik veel Taylor tegen elkaar ga spelen. En dan zo dicht bij mijn huis natuurlijk wel erg leuk voor het thuispubliek. Zeker weten. Ja, en Phil Taylor, hij is op het allerhoogste niveau is hij nou gestopt. Maar hij doet dit soort dingen, dus demonstratietoernooi. Ja, hij doet hij nog steeds. En hij doet commentaar geven voor Sky Sports, doet hij ook nog steeds. Dus hij is er steeds wel bij dachten betrokken. Ja. Maar wel heel apart natuurlijk. Hè, dat we hebben in het verleden natuurlijk vaak gesproken over de wedstrijd tussen Van Barneveld en Taylor, hè, de klassieker. Mm-hmm. Maar de laatste jaren is natuurlijk een bepaalde animatie ontstaan tussen Michael en Phil, wat niet altijd even geweldig was. En dat ze dan uitgerekend in jouw thuisstad, zo'n beetje Den Bosch kunnen we wel stellen, Vlijm is dichtbij, dat ze dan daar tegen elkaar spelen. En dus Phil ook tegen Raymond, maar ook tegen Michael. Dat is eigenlijk iets wat nog nooit gebeurd is in Nederland. Dat Phil Taylor op één avond speelt tegen Michael en Raymond. Dat is gewoon mooi om bij te zijn. Ja, ja, dat is echt. Ik denk, als je echt iets aparts wil meemaken, denk ik. Ik lijk wel een verkoper nu, maar als je echt iets aparts wil meemaken, dan moet je daarbij zijn. Juist. En je boek nog in je promote dan? Nou, dat kan hij ook heel goed, kan ik je vertellen. De wedstrijden, want we hebben het net over de clashes van jou met Van Barneveld gehad. Ik denk dat het voor Taylor nog moeilijker is om te accepteren op een gegeven moment van er staat iemand op die mij gewoon regelmatig vanaf gooit. Wie? Phil Taylor? Phil Taylor, die heeft dat denk ik nog veel meer, denk ik, dan Van Barneveld gehad. Ja, zeker te weten, dat denk ik ook. Ik denk dat misschien wel dat de reden was dat hij misschien wel een beetje gefrustreerd is geweest. Omdat niemand heeft nooit bij me in de buurt gekomen. En dan komt er in één keer zo'n klein, kaal, dik mannetje en die poetst me in één keer van bord af. natuurlijk, dat doet zeer, maar dat hoort erbij. Ja. En die wedstrijden daaromheen, die grote wedstrijden die je tegen hem hebt gespeeld, van hoe ga je dan met elkaar om? Ja, weet je, ze maken er af en toe spannender als dat het is, maar we gaan gewoon goed met elkaar om. Gewoon collegiaal, zou ik zo zeggen. Een technische vraag zit er ook bij van Leo. Die vraagt, hoe hou jij je concentratie vast tijdens zo'n wedstrijd? Ja, ene keer beter dan de andere keer. Dat gaat niet altijd uit zijn eigen. Natuurlijk 2 weken geleden op EK was mijn concentratie heel ver te zoeken. Lastig. Ik kwam niet in mijn zone terecht. En dan zie hoe je gelijk. Komt dat dan? Ja, dat kan van alles te maken hebben. Ik kan niet zo even 1, 2, 3 zeggen van ik heb natuurlijk die wedstrijd wel georganiseerd. Maar ik kan niet zo 1, 2, 3 zeggen van daar heeft het aan gelegen of daar. Dat was gewoon eigenlijk denk ik gewoon een beetje een off day. Niet 100% geconcentreerd genoeg. Ja, maar gewoon een off day denk ik. Ja, ik kan het anders ook. Normaal heb ik altijd wel een paar extra versnellingen in de wedstrijd die ik erin kan gooien. Maar versnelling achteruit, denk ik. Ja. Dat kan ook terugschakelijk Maar misschien wel goed, hè, dat hij daar heeft verloren. En ook afgelopen weekend heeft verloren. Alhoewel Mike er anders over zou denken, want die wil alles winnen. Maar misschien maakt hem dat net even iets meer gedreven dadelijk richting een Grand Slam of Darts, richting een WK. Natuurlijk. Dat hij denkt van wacht even, ik ben er nog steeds en ik wil nog even de wereld laten zien dat ik de beste ben. En daar zit ik eigenlijk wel op te wachten. Ja, en als je nou zo'n wedstrijd vindt, je hebt er een aantal bijvoorbeeld tegen Taylor gehad, waar je echt te maken hebt met vijandig publiek. Hij heeft het natuurlijk in Nederland ook wel eens meegemaakt. Ja, tuurlijk, maar dat hoort erbij. Hoe ga je daarmee om? Want als mensen echt gewoon heel vervelend zitten doen in de zaal, want dat zie je wel eens gebeuren. Ja, maar weet je, er zijn zoveel mensen die aan het praten, aan het roepen en dingen, en dat hoor je bijna niet. Dat hoor je niet, want het is eigenlijk gewoon één grote muur die rumorig is. En dat laat je meer langs je afgaan. Je bent zo met die wedstrijd bezig. Als je gewoon een beetje goed in je spel zit, dan hoor je dat niet. Hoor je dat wel, maar dan irriteer je je eigenlijk niet. Dan kun je dat van je afzetten. Maar als tegenstanders vervelend doen, want dat gebeurt ook wel eens. Dat kan natuurlijk. Maar daar ben ik wel eigenlijk een beetje vroeger ook heel veel last. Als iemand mij ging vertragen en dat soort dingen. En zijn schotse vriend met de Hanekam, die wil ook nog wel eens vervelend doen. Ja, zeker. Maar daar ben ik eigenlijk wel een beetje voorbij gegroeid, denk ik. Daar irriteer ik me helemaal niet meer aan. Voorheen wel. En ik denk dat dat wel een pluspunt is. Als Phil Taylor dat deed, hè, in wedstrijden. Ja, maar die deed continu dezelfde traagheid. Ja, maar werd je daardoor extra gemotiveerd? Dat je dacht weet je wat je nu aan het doen bent? Ik ben er zo klaar mee. We zijn meer vaak de eigen uit het spel aan het halen dan mijn. Dus daar heb ik ook een voordeel van. Dus er zijn ook wat vragen al binnengekomen over hoe het met jou verder gaat als je klaar bent met darten. Irma vraagt dat ook. Wat zijn je plannen voor als je klaar bent? Ja, als ik klaar ben met darten. Ja, met gezin genieten. Zeg nou eens wat je net zei voordat we begonnen. Voetjes omhoog in de zon. Lekker in het zonnetje gaan zetten. Ja, tuurlijk. Nee, maar weet je, ik zal altijd, ik weet nog lang na niet. Ja, op een gegeven moment ben je een leeftijd bereid dat je wel zelf je dingen wil gaan bepalen. En niet andere mensen dingen voor je gaan bepalen. En dat zal rond de leeftijd van de 40 jaar zijn. Maar ik zal altijd in darten nou ook betrokken zijn. Of nog steeds wel spelen, maar dan kies ik de toernooi uit. Want je hebt wel eens gezegd, ik ga echt niet Taylor proberen te verbeteren, want dan moet ik zo nog 20 jaar door. Dat kan ook niet. Nee, maar dat kan het niet. Ja, moet het kunnen, toch? Ja, natuurlijk, niks is onmogelijk. Alleen, ik denk dat het onrealistisch is in deze tijd met zoveel concurrentie. Ja. Ja.
Maar je zegt het ook niet voor niks. Je bent dus niet van plan zoals hij tegen zo'n... Hoe oud is hij inmiddels tegen maar, 50? Ja, maar ik heb nog een leven, hij niet. Maar hoe lang wil jij nog doorgaan? Heb je dat voor jezelf uitgestippeld? Nee. Ligt eraan een beetje hoe dat kan met 30 graden. Hoe lang blijf ik nog op tv? Gewoon alles bij elkaar. Hoe lang blijf ik het nog leuk vinden? Ja, je weet natuurlijk nooit wat er in het leven gebeurt. Maar ja, minimaal nog wel een jaartje of 10. 10? Oké. Okay. Ja, want ik weet dat je ooit wel eens tegen mij hebt gezegd... Ja, mijn 35ste en dan... Nee, dat heb ik nooit gezegd. Ja, tegen jou misschien. Ja. Maar een jaartje of 10 nog? Nee, een jaartje of 10. Ja, ligt eraan. Ja. In ieder geval, ik stop gewoon niet voordat ik tot ik 17 wereldtitels heb of 7. 7, ja? Nee, is dat ik denk dat 6, 7 wel realistisch is. Nou, in ieder geval meer dan Raymond. Ja, maar dat is doel. Je twijfelt. Nee, maar is dat het doel? Nee, dat is niet het doel, want ik denk dat ik daar wel al voorbij ben gegroeid. Weet je, kunnen mensen wel zeggen 5 wereldtitels, maar ja, de laatste dateert voor de oorlog. En zitten er 4 bij, ook BDO. Ja, dat ik toch minder sterk vind als de PDC. En dan kan iedereen zeggen wat ze willen. Ja, maar toch, 5 wereldtitels zijn 5 wereldtitels. Ja, dat klopt. Maar ja, dan ben ik het niet om eens. Ik denk ik ben wel mee eens, ze tellen wel. Ja, dan is Roland Scholt ook weer het kampioen. Ja, dat klopt. Is hij ook ooit geweest. Ja, maar dat is toch... En dan is Christian Kist, die heeft ook het WK gewonnen. Ja, klopt. Ja, maar ja, ik vind dat kun je niet met elkaar vergelijken. Ik vind de PDC wel de echte, waar de alle grote jongens spelen. Ja, maar jij zegt in ieder geval net, dat stel je nu hardop, 6-7 wereldtitels, dat is eigenlijk wel een... Ja, 6-7, dat is voor mij, je moet kijken wat is realistisch. En ik denk dat dat wel realistisch is, als ik een jaartje of 10, laten we bij om in een jaar, vind ik wel heel realistisch. We hebben het er net over van wat je gaat doen als je klaar bent. Zo min mogelijk, begrijp ik. Lekker in de zon zitten. Maar wat zou je nou gedaan hebben als je dat darttalent, dat achterlijke darttalent niet gehad had? Ja, heel veel werken. Maar als wat? Zorg ze naar de bouw tegelzetten. Lisette wil dat graag weten, wat je tegelbouwen. Tegelwerker, tegelzetter. Ja, tegelzetter. Juist. Vloeren maken maar niet uit. Maar speciaal. Ja, heel veel... Noemen ze ook wel uperen. Heel veel werk. Het is trouwens ook wel een apart verhaal. Dat wordt even leuk om te zeggen, Christian. Mm. Heel lang is er het verhaal is rondgezongen in die wereld... dat Michael ooit de badkamer van Dennis Bergkamp... Nee. Dat hij daar de tegels heeft gezet. Maar dat is helemaal niet zo, hè? Nee, wel daar. Wel daarnaast, hè? Daar tegenover, daar zit hij. Ja? Waar ik toen mee was. Ja, iedereen zegt al, maar... Ja, als je ze vinger geeft... dan vatten ze in Engeland gelijk je hele hand... en dan gaan ze allemaal dingen verzinnen, maar dat is niks van waar. Een vraagje van Liedewij, en die kun je heel breed opvatten. Waar ben je het meest trots op? Ja, dat is mijn dochter natuurlijk. Meer dan op je wereldtitels? Jazeker. Ja. Maar trots op je dochter? Ja, waarom niet? Maar je kunt ook zeggen trots op mijn vrouw dat ze mijn dochter heeft geschonken? Ja, nee, maar wat mooiste, maar ik zie het meer als wat het mooiste wat je in leven is overkomen. Oh, op die manier, Zo zie ik die vraag meer. Ja. Ik denk dat ze dat ook bedoelt, toch? Ja, dat kan. Het is een hele brede. Het zijn onvergelijkbare grootheden natuurlijk. Ja, natuurlijk, zeker te weten. Maar natuurlijk, op dat gebied is het 2K winnen. Maar persoonlijk, om een kind op de wereld te zetten... Ja, weet je, je kunt al het geld hebben van de wereld, maar een kind kun je niet kopen. Nee, je kunt ook zeggen, trots op mijn ouders. Ja, tuurlijk, maar op iedereen, maar dat weet mijn familie. Natuurlijk ben je daar trots op. Maar ja, weet je, het gaat door naar de volgende generatie. Ja. Een vraagje van Jamie, met voorkennis denk ik. Wie van je vrienden kan het beste darten naast Vincent? Ik heb verder geen vrienden. Ja, dan zijn we snel klaar. Ja. Allemaal, ja, die heeft hij wel, maar die kunnen niet darten. Toch? Jij hebt best wel vrienden, man. Zit daar niet te kletsen. Hoezo? Natuurlijk heb ik wel vrienden, maar ja. Wat bedoelen ze ermee? Pro's of amateurs? Ja, nee, gewoon misschien de vrienden van vroeger. Die komen er echt helemaal niks van. Die komen er geen zaak van. Ja. Dus daar ben je niet beter van geworden, van spelen tegen hun. Nou ja, natuurlijk leuk in die tijd, maar ja, was ik snel voorbij gegroeid. Vraag je nog, wat voor spelletjes zou je kunnen doen op het dartboard om het trainen leuk te maken? Is dat gewoon eindeloos op die dubbeltjes blijven oefenen? Nee, zo heb je heel veel. Wat doe jij om het leuk te maken? Als je denkt van, nou wil ik ja, het maar is, ja, maar, ja, maar dat is op iets ander niveau, zeg maar, als de recreanten thuis. En ik vind het niet eerlijk om dat met elkaar te vergelijken. Weet je, zo zijn er heel veel spelletjes. Als je gewoon online gaat kijken, staan er voor de recreanten staan heel veel leuke dingen op die je kan doen, zeg maar. Laten we maar beginnen met 121 om met 12 pijlen uit te gooien en dan naar 122 gaan.
En als het niet meer is, moet je weer opnieuw beginnen. En dan tot 170. En dan kom je ergens. En dan kom je ergens. Moet blijven. Of niet. Of niet. En dan weet je dat je dus toch maar moet gaan voetballen. Maar wat doe je zelf? Wat zijn jouw trainingsdingen? Hoe lang heb je? Ja, we hebben het uiteindelijk tot... Nee, ik heb heel veel. Ik heb licht aan ook een beetje waar... Waar op dat moment waar ik denk van hey, daar moet even iets meer aandacht aan besteed worden, dan train ik meer om de dubbels of meer om de scores of meer op bepaalde finishes. Bepaald tussen de zeg maar 60 en 100 als die iets minder lopen en ja, daar ga ik dan de focus op leggen. En train jij dan alleen? Of heb je altijd iemand die erbij komt? Zit je tegen iemand ook? Of? Ja, soms. En dan soms maakt mij Harald. Alleen we moeten wel even een handicap invoeren voor mij, want anders wordt het iets te makkelijk. Snap je, je moet wel leuk houden en je moet wel op een bepaald niveau blijven trainen dat je wel geprikkeld wordt. En leg je dan zelf een bepaalde... leg je de lat hoog voor jezelf om de spanning op te zetten? Of als je me kan, ik leg altijd de lat hoog. Je legt altijd de lat voor jezelf ook. Ja, juist. Ja. Voor wedstrijden, dat is ook een van de vragen van Melissa nog. Wat voel je dan aan spanning voor zo'n grote wedstrijd? Ja, natuurlijk een hele gezonde spanning. Die moet je hebben om te kunnen presteren. Wanneer wordt die ongezond? Als je nerveus wordt. Dan is het niet goed. Dan ga je missen. Nee, als je nerveus is, begint te trillen. Maar daar heb ik heel lang al geen last van gehad. Want nog niet zo lang geleden werden we nog eens geconfronteerd met de darteritis. Daarvoor wist ik niet eens dat het bestond. Nee, dat klopt. Dat is een heel naar iets wat je kunt hebben als dat te zijn. Dat heeft natuurlijk ook met een bepaalde manier van gooien te maken. Iemand die heel snel gooit, een Gary Anderson, ikzelf bijvoorbeeld, een Raymond, die zullen nooit een Vince van de Voort, die zullen nooit geen darteritis kunnen krijgen. Want je geeft jezelf niet de kans om na te denken? Nee. Waar je hebt een bepaalde souplesse in de manier van gooien zitten, waardoor je niet die hapering hebt. Maar er zijn de hele goede spelers, even de beste ooit, Eric Bristow, kreeg op een gegeven moment ook darteritis. Waarom deed hij dat? Omdat hij een bepaalde hapering in zijn spel precies, had. Precies. En nadenken daarbij. Dan, nee, maar ik wil maar zeggen, het heeft niet zozeer te maken met niveau. Hè? Het heeft meer inderdaad te maken met hoe gooi je je pijlen. Die stond ook altijd echt zo te mikken. En op een gegeven moment durfde hij hem los te laten. Ja, het is niet meer durf. Het is een beetje een kortsluiting boven in die kamer. En dat kun je niet uitleggen aan mensen. Nee. Ja, ik zelf ook niet, want ik heb hem nooit gehad. Nee, nou ja, houden zo zou ik denken. Nou noem je Eric Bristow, dat is natuurlijk een van de grootheden aan het, uit het dartsverleden, nog niet zo lang geleden overleden. Ja. Nee, klopt. Wie is eigenlijk degene naar wie jij vroeger echt opkeek? Is dat Phil Taylor geweest? Ik heb nooit veel darten gekeken. Heb ik al, denk ik, al een miljoen keer gegaan natuurlijk. Ja. Ik wist wel dat Raymond de Roots was, maar in die tijd speelde was Roland ook bij de... Er komt ook heel veel op RTL 5, van Roland, hele grote zelfs. Ik was meer altijd bezig met zelf naar school om te spelen. En s'avonds lag ik op bed. Dus, toen had je nog niet dat je alles op kon nemen. Zo'n videobanden hadden we er thuis niet. Maar draaien we de vraag eens om. Hè. Was er dan iemand waarvan jij, toen jij begon te darten, dacht van wacht even, die wil ik voorbij. Ik wil beter worden dan die. Ja, dat was toen Cor van den Broek en Boksel. Ja, maar dat was de plaatselijke grootheid. Ja, de plaatselijke grootheid, ja. Ja, maar dan gebeurt dat. Ja, en dan stel je je doelen weer bij. Ja, je moet altijd natuurlijk streven naar perfectie, dat je beter wordt. Ja. En wanneer had je het idee van, ik wil naar die bovenste plek toe? Eerste van de wereld. Ja, dat hoop je altijd. Dat is altijd een droom. Je moet ook maar net het juiste pad bewandelen. En een beetje geluk met sponsors hier en daar dat je het juiste doet. En af en toe een keer op je bek gaan, dat is ook niet verkeerd. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar ja, dan weer, zeggen we dan, vallen en opstaan. Hè. Ja, maar was dat na de eerste grote majortitel dat je dacht van, of gaat al eerder? Nee, veel eerder. Veel eerder. Vraagje van Nico nog, en daarmee gaan we zo afsluiten. We zijn nu toch in Brabant. Hoe is het voor jou als je de hele wereld weer eens om bent geweest? Meestal ben je in Engeland, maar er zijn toernooien over de hele wereld. Hoe is het dan om weer lekker thuis te komen? Altijd lekker. Nou, ik heb een heel fijn huis. Ik woon natuurlijk pas anderhalf jaar in mijn nieuw huis. Ja, daar heb ik het ontzettend naar mijn zin. En ik ben graag thuis, dus dat maakt het af en toe een beetje moeilijker. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Ja, want veel thuis ben je natuurlijk niet. Want er is ook nog een vraag tussendoor gekomen hoeveel kilometers je in het vliegtuig hebt gezeten. Heb je daar enig idee van hoeveel je er maakt in een jaar? Dat weet ik echt niet. Tel jij ze wel eens aan, Jan? Nee. Je vliegt nog wel veel. Ik zit liever niet in een vliegtuig. Nee. Waarom niet? Het zit veel te krap. Ik ben er te groot voor. Daar moet jij last van. Jij zit natuurlijk business class. maar RTL betaalt geen business class. Dus vliegen vind ik echt per definitie niet fijn. Ik weet niet hoeveel kilometer, heel veel. Hij vliegt natuurlijk nog veel meer. Hij gaat naar Nieuw-Zeeland, toen Australië, naar Azië, noem maar op, naar Amerika, alle kanten op. Die toernooien gaan wij niet mee. Maar
Nou, dat zullen ondertussen toch al, ik denk ook al miljoenen kilometers zijn. Ja, ik zou niet willen, maar echt bizar veel. We gaan vast nog een keer een Q&A doen. En tegen die tijd dan heeft Michael het allemaal uitgerekend voor je. Ja, heren, dit was de Q&A. Heel hartelijk dank. Iedereen heel hartelijk dank voor het insturen van de vragen. Ik bedank Michael, ik bedank Arjan en ik bedank iedereen voor het kijken.